Sterrenbeeld Steenbok. Steenbok, van harte welkom bij het kanaal van Puur Medium van Mireille Online. Leuk dat je naar deze video kijkt. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik ga met de tarot van de herstelde orde in combinatie met de Lenormand kijken wat komende maand oktober jou te wachten staat, Steenbok. En voordat ik dat ga doen, wil ik jou allereerst natuurlijk heel erg bedanken. Iedereen die de duim omhoog gedaan heeft voor het kijken. De leuke comments die ik van iedereen kreeg. Is overweldigend eigenlijk. Zoveel leuke reacties. Nieuwe abonnees erbij. Ja, echt helemaal super. Dus blijf ook vooral die duim omhoog gooien. Laat je comment achter, je reactie. Helemaal te gek. En word ook zeker abonnee. We geven iedere maand vanuit Puur Medium een gratis reading weg aan een van onze abonnees. Vergeet dan niet even in een comment te zetten dat je abonnee bent. Of als je toch al een comment achtergelaten hebt, hoeft dat niet. Maar daardoor kunnen wij via de reactie een reactie teruggeven of jij toevallig de winnaar bent geworden. Ben je geen winnaar geworden? Joh, volgende maand nieuwe ronde, nieuwe kansen. En anders neem gewoon eens even een kijkje op www.puurmedium.nl. En dan kun je altijd voor jezelf een persoonlijke reading afnemen. En met 10 minuutjes, 15 minuutjes kun je al heel veel te weten komen. Genoeg gekletst nu over allerlei bijzaken. We gaan lekker beginnen met jouw maandreading, Steenbok. Daar gaan we lekker. Ik heb ze al een keer voorgeschud. En ik schud ze nog eventjes voor het gevoel. En zo, daar gaan we. Zo, we beginnen eigenlijk met zwaarde 7 en de waarheid. Dus staven 10, dat betekent dat je eigenlijk al te veel hooi op je vork genomen hebt. Maar daar komen we zo op terug. Munten 9, de spirituele dame. Inzicht, harten, zwaarde 3, harten 3 wilde ik zeggen, zwaarde 3. Hier gaat het naartoe. Dit is hoe je naar de situatie kijkt. Dit is wat jou beïnvloedt. Dat is je hoop en je vrees. En dan hebben we nog de munten 10. En dat is het uiteindelijke doel. Ik leg ze even iets meer zo. Want oefening baart kunst. Want ik wil gewoon alle kaarten zo goed mogelijk in beeld hebben. Nou, dan ga ik eens even met de Lenormand kijken. En dit is een nieuw deck. Ze zijn nog super glad. Maar hier zitten extra kaarten in. Dus dit deck is uitgebreider. Dus we gaan gewoon eens even nog één keer schudden. Dat zegt mijn gevoel. En dan gaan we die eens even erbij leggen. En die nieuwe kaarten ga je vanzelf wel of niet zien in deze reading. Ze komen wel of niet naar voren. Dus we gaan gewoon wel eens even kijken wat er uit gaat komen. En nou, we beginnen met de kist. De vissen. De roede. Nieuwe kaart. De brug. De ijsbeer. De tuinen. De klaverbladen. Keuzes. De dobbelstenen. En de L. Nou, prachtige kaarten. Neemt niet weg dat het pittig is wat er ligt. Maar goed, dat hoort er ook bij. En we beginnen met de kist met de vissen en de zwaarde 7 met de waarheid. En de waarheid onder ogen durven zien en willen zien. En de waarheid is aan het licht gekomen. Deze kaarten vertellen iets over de situatie waar je nu in verkeert. Of binnenkort in gaat verkeren. Nou, de waarheid, die zie je al, die blote man. En ja, de bliksem in zijn handen, zeg maar. Onverschrokken, ster op zijn hart. Hij leeft naar waarheid. Durf waarheid ook in te zien. Maar waar heeft dat nou mee te maken? Zwaarde 7. Zwaarde 7 is een beetje het gevoel dat je bedonderd bent geworden. Of de boel zelf bedonderd hebt. Daar ben ik niet van. Hè? Daar bemoei ik me niet mee. Maar de waarheid is aan het licht gekomen. Daar heb je mee te maken. Hè? Soms doe je allemaal wel eens iets wat niet mag. Dat is misschien aan het licht gekomen. Maar het kan ook zijn dat jij zelf gewoon door iemand opgelicht bent. Of in ieder geval besodemieterd bent geworden. Dat is natuurlijk niet leuk, maar ja, het ligt hier wel. En misschien dat het niet met alle steenbokken resoneert. Maar haal eruit waar jij wat mee kan. En we gaan even verder. We gaan kijken naar de kist. En de kist is deze kaart. En die staat voor het einde. Een transformatie, een nieuw begin, het einde van iets ouds.
En dan gaan dingen ook weer stromen. Vermeerdering van geluk, van financiën, van emoties. Dus ja, het is even wel een shock dat je daarin zit. En aan de andere kant, soms moet je ook de waarheid onder ogen durven zien, Steenbok. En dat is niet goed of slecht, hè. En ik zit hier ook niet om te oordelen. Wat dan ook, ik vertel alleen wel wat ik hierbij doorkrijg en wat hier ligt uiteraard. Nou, wat is nou een van de, waar heeft dat nou nog meer mee te maken? Staven 10. Staven 10, dat is een actiekaart, maar dat geeft eigenlijk aan dat je te veel hooi op je vork hebt genomen. Dat het te zwaar is geweest en dat je misschien toe moet geven dat je hierin ook niet naar jezelf geluisterd hebt. Of dat je misschien wel iets op je nek hebt genomen wat te zwaar voor je was en daarmee jezelf een beetje bedonderd. Dit staat voor passie, maar ook voor strijd. En conflicten kan het ook staan, hoor. Dus in combinatie met het gevoel of de ervaring, het bedonderd worden in strijd, de kist, het is te zwaar. Het kan ook zijn dat de partij waar je mee te maken hebt te zwaar is voor jou, te zwaar gewicht voor jou is. Dus het kan zowel zelf bedonderen zijn of bedonderd worden. Je kan het niet direct aan een persoon koppelen of aan liefde. Hier ligt wel het gebroken hart. Dat geef ik dan wel mee. Maar door jouw intuïtie, en dan kom ik bij munten 9. Geeft eigenlijk aan dat je onverwacht inzicht hebt gekregen. Onverwacht succes hebt geboekt. En dat anderen daar misschien wel jaloers op zijn. En hier ligt ook de ijsbeer. Hier hebben we ook de brug naar succes heb je geslagen. Dus dit is de oorzaak waardoor je hier even in zit. En misschien ben je wel juist heel erg behoed, dus niets is wat het lijkt. En neem het ook niet zo zwaar op als dat ik de woorden uitspreek. Ik zeg alleen wat ik zie en doe daar gewoon je voordeel mee. Wat is nou het inzicht? Waar gaat het nou naartoe? Nou, die ijsbeer staat ook wel voor financiën, puurheid. De beer is normaal jaloezie en afgunst. Kan ook voor een moederfiguur staan. Het staat altijd wel voor een vrouw. Maar dit is een ijsbeer. En die ijsbeer staat eigenlijk voor puurheid en oerkracht. Dat is wat je wel kan zeggen over jezelf. En dan hebben we hier zwaarden in het hart gestoken. Zwaarden 3. En dat is natuurlijk nooit leuk als je het gevoel hebt dat je in je hart bent gestoken. Het is een inzichtkaart. En het gaat over hartzeer, verbroken beloftes. Nou, hier heb je ook een beetje het idee dat er iets niet helemaal eerlijk gegaan is. En daar heb je zeer van. Dat moet je verwerken. Maar ga ook in je oerkracht. Raap jezelf weer bij elkaar. Ga door. Want het heeft ook met afgunst te maken op jouw succes. Jaloezie op jouw succes. Dus je, aan de ene kant heb je met dat nare stukje te maken. Aan de andere kant gaat alles weer voor je stromen. Maar je moet het wel verwerken. Nou, waar gaat het dan naartoe? Het gaat naar zwaarde 9 toe. En zwaarde 9, ook wel een pittige kaart, staat voor piekeren. Ergens de klok wel terug willen zetten, de tijd terug willen draaien. Je voelt je ook een beetje schuldig. En dan mag jij je afvragen, voel je je nou schuldig naar jezelf, naar die ander? Waarom pieker je en heeft het zin om te piekeren? Wat kun je daar nou mee? En hier ga je weer nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe ontmoetingen ervaren, maar ook dingen weer vieren, het leven weer vieren. Dus daar gaat het naartoe. Dus laat dat piekeren ook los. Misschien is het goed als je er eens met andere mensen over praat, die dingen voor je kunnen relativeren, die het even kunnen uitzuiveren voor je. Aan de ene kant je geluk en je succes, aan de andere kant dat stukje bedrog waar je ook mee te maken hebt gehad, maar ook door jaloezie. Ik denk ook dat er een stuk angst op zit, hoor. Dat iemand jouw geluk af wil pakken op de een of andere manier. Maar ik heb niet het gevoel dat het ook daadwerkelijk gelukt is. En ik gaf net ook al aan, kijk eens of je er met iemand over kan praten. Pak hier, dit is hoe jij naar de situatie kijkt, wat je je afvraagt. Ik moet even de kaart goed houden in verband met de lampen. Gerechtigheid, rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid, zwaard in zijn handen. Kaart 9. Geen begin, geen nieuw begin. Einde van iets ouds. Je ziet ook, ik hou hem even bij de camera. De weegschaal in handen, het zwaard in handen. Beslissingen die genomen gaan worden. Rechtvaardigheid staat eventueel voor contracten, onderhandelingen, juridische beslissingen.
Let gewoon op wat voor documenten je tekent. Teken ze niet zomaar, laat ze ten alle tijde nakijken, want je geluk krijg je ook weer. En dat is ook wat je jezelf gunt en mag gunnen. Dat komt gewoon weer naar je toe. Hè? En misschien heb je nog niks getekend, ben je nog niet bedonderd, dreigt dat te gebeuren, dan ben je het misschien wel heel erg voor door deze legging. Ik zou dat wel heel fijn vinden. En anders heb ik niet het idee dat er een man overboord is, omdat ik het gevoel heb dat jij je er op de een of andere manier heel goed uit weet te redden. Wat is nou van invloed op deze situatie? Nou, hier heb je de trap, de weg, de keuze. Jij moet keuzes gaan maken en dat vind je lastig. Dat heeft invloed op deze situatie. Maar ook de zegenwagen. En de zegenwagen is eigenlijk de perfecte balans die jij moet weten te vinden in je verlies en in je winst, in je donker en je licht. Als deze, het donker en het licht, namelijk niet in balans zijn met elkaar, niet samenwerken, krijg je disbalans. Kan je die zegen niet behalen. Dus dit vraagt van jou balans, harmonie, structuur, kop erbij, gevoel erbij, je intuïtie erbij, zodat je de juiste keuzes kunt maken. Het recht gaat zegenvieren, de rechtvaardigheid komt. Maar wees ervan bewust, zorg voor die balans. Kijk naar waarheid, kom voor jezelf op, durf keuzes te maken. Al moet je misschien naar het gerecht, nou, dan moet je dat maar doen. Zorg voor dat balans tussen donker en licht. Dat is van invloed op alles wat hier ligt eigenlijk en op jou. Wat is je hoop, wat is je vrees? Nou, dan komen we uit bij munten 8, de ambachtskaart. Hier zie je de ambachtsman met de munten. En daar ben je eigenlijk een beetje, ja, dat is je hoop en je vrees. Dat heeft met een nieuwe baan of een promotie te maken. In ieder geval, het is duidelijk een ambachtskaart. En ergens vind je het eng. Maar misschien is dat wel juist heel goed om die stap te durven zetten. Hè? Misschien heb je hier wel met je carrière te maken gehad met een contract dat niet helemaal klopte. Soms moet je dus ook je verlies pakken om je winst te kunnen nemen. En hier ben je gewoon bang om de nieuwe stap voor werk te maken. Deze kaart, de dobbelstenen, geeft aan, durf een gokje te nemen. Durf je nieuwe kansen te pakken. Soms zijn we ook bang, hè, om te kiezen. Maar hier, deze kaart moedigt je eigenlijk wel een beetje aan. Van joh, huppatee, stap uit je angst en durf een keuze te maken. Durf dat gokje te nemen. En waar gaat het dan naartoe? En ja, er ligt nog zoveel meer natuurlijk, dat snap ik. Zit je nou echt in deze situatie en heb je echt even niet het inzicht? Dat is voor iedereen natuurlijk ook heel persoonlijk. En dat wil echt niet zeggen dat alle steenbokken nu hier allemaal letterlijk op deze manier mee te maken hebben. Het kan ook zijn dat je in een relatie bedonderd bent of uit een relatie komt waarin je bedonderd was of hè, iets wat daar wel mee te maken heeft, net een andere vorm. Je kan in ieder geval altijd ook bij Puur Medium terecht voor al je vragen en kaartleggingen en andere readingen. En dit is het uiteindelijke doel, want dat wil ik wel gezegd hebben. Kaart nummer 10, munten 10. Staat voor succes, onverwacht geld, prettig gezinsleven, winst. Succes, dus waarom zou je dat gokje niet nemen? Hier gaat het naartoe, dat is het doel. En dat heeft te maken met, dit is normaal de kaart van de vogels, die zit er ook zeker bij, maar dit is een extra kaart, de L, de uil. Die is, staat voor wijsheid, maar die L die ziet alles. Die kan zijn hoofd namelijk volledig klokje ronddraaien, dat kunnen wij ook niet. En die staat ook voor wijsheid, overzicht, inzicht, communicatie met anderen, laat je niet te veel beïnvloeden. Maar maak wel gebruik van de wijsheid van anderen. En als je dat weet te doen, levert jou dat uiteindelijk alleen maar winst op. Dit is vervelend. Niet helemaal te voorkomen. We hebben allemaal met hindernissen in het leven te maken. Maar als je door de zwaardere dingen heen durft te kijken, dat je hier in waarheid je geld gaat stromen, nieuwe ontmoetingen krijgt, je geluk weer krijgt, voor je recht moet durven kiezen. De zegenwagen, als je maar die paarden weet te mennen, hè? Als je maar het stuur recht weet te houden, met je donker, met je licht, dat gokje durft te nemen. Uiteindelijk levert je dat alleen maar winst en succes op, steenbok. En dan pak ik er nog twee kleurkaarten bij. Die heb ik gewoon wel van tevoren geschud, maar voor ieder sterrenbeeld pak ik elke keer twee nieuwe kaarten.
En deze zijn om jou te ondersteunen in je energie, om je beter te laten stromen. En dit is de kaart Violet. Schep een evenwichtig leven. Deze kaart zou jou heel erg goed doen. Kijk naar kleding, een sjaal, een hoofddoek, een kussen, sokken, mooie bloemen. Is ook altijd leuk, om zeker om jezelf cadeau te geven, omdat het filmpje het zegt. Heb je gelijk een goed excuus. In combinatie met pers. Het zijn wel zachte kleuren, maar wel ook activerend. Adem het leven ingeeft de persica. Misschien moet je letterlijk persica kopen en ze lekker gaan eten. Maar iets met persic tinten zou je goed doen. Dus zalmkleurtjes, persic kleurtjes, die geven jou een extra stimulans en ondersteuning. Waardoor jouw energie nog lekkerder stroomt. Je uit dat gepieker, makkelijker uit dat gepieker raakt. Paars-violet is ook een spirituele kleur. Dat geeft je ontspanning en inzicht. Misschien is lavendel ook wel een goede keuze om misschien met de geur lavendel wat te gaan doen. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat ik jou veel nieuwe inzichten en inspiratie heb mee mogen geven voor de maand oktober. Heb je vragen of heb je interesse in een consult? Kijk even voor telefonische consult op Puur Medium. Alle andere consultmogelijkheden kijk je op mediummiraije.nl. En misschien vind je het wel leuk om, of heb je interesse in een persoonlijke jaarreading? Kijk dan even in het 13e filmpje in deze videoreeks. En in de afspeellijst, daar is een hele uitleg in een video hoe dat ook alweer werkt. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je duim omhoog niet, laat je comment achter, word abonnee, deel en like de video en tot de volgende keer. Doei doei!